van onze slapeloze nachten, die we heel veel gaan doen met elkaar. En we zijn er nog niet helemaal. Maar we zijn een heel eind op weg. En daar willen we jou natuurlijk hartelijk voor bedanken. En ons allemaal, die hier heel erg aan gewerkt hebben. Maar het vervelende van het alles is, dat wij gaan wonen en jij niet. Nee. Dat is dus een beetje... Misschien over 10 jaar. Ja, zo'n pensioenvoorziening noem je dit. Maar ik ga het niet al te lang maken, er zijn vele mooie woorden gezegd. Maar we hebben nog één dingetje voor jou. En dat dingetje voor jou, dat hangt helemaal achter bij die mensen daar, bij de ingang. Als jij daar even naartoe rijdt, als mensen daar even wat ruimte maken, je mag het even daar iets van de muur afhalen. En dan mag je even weer bij mij terugkomen. Wacht dan gewoon even af wat je krijgt. Het is al 20 jaar oud, dat zie ik van. Charlotte. Ja. We hebben gemeend, zouden we hem eerst een klein symbooltje te moeten geven. Dat zit in een prachtige doos. Maak hem maar op. Nou, zo klein is het nou. Ja, ik ga maar even met bril. Komt de beperking van Charlotte, man. Moet ik trekken? Nee, dat doe ik even niet. Kun je het zien? Ja. Wat is dit voor spannend? Het is een gat bij ons in het binnenterrein komen om allerlei leuke dingen maar te doen die men wil. Het is alleen maar een tik van het hek. Dus je kunt niet verder bij ons binnenkomen of zo. Daar blijft het de beste.